wil met je trouwen. Yep, dit is volgens mij wel weer een beetje uit de hand gelopen. En het begon nog zo onschuldig. Eerste avond! Carnaval 2023! Koen is er niet bij, dus we zijn met z'n vieren. Wij zijn de vier... Teletubbies! Hey, maar even, wij zijn de vier Teletubbies. Godverdomme, we zijn echt mooie Teletubbies. We moesten Russen ook een pak geven. Wie is dat? We hadden twee opties, of het was een, of het was een stofzuiger, maar dat is niet geworden. En aangezien hij altijd zo, shined. Ik ga dit niet doen. Zeker dit niet. Ik voel mezelf niet comfortabel in. Ik trok eerst dit dan. Toen werd het ook uitgelachen. Het idee is toch vet? Jij komt zo er als eerste op als die zon. En dan denken ze, wat gaat er gebeuren? Dan moet je dadelijk even roepen. Teletubbies, kom maar gauw. Dat is wel leuk. Ik voel me ook wel weer wat beter. Oh, want wat zie ik hier nou op het scherm van jou? Maar als je zo doet, moet Milo zijn buik inhouden. Ik moet hem even andere zender hoor. Oh, iets hoger. Ja, gadverdien, dit kan niet op YouTube. Ja, hij loopt net de poten te penetreren. Sorry. Hey, maar zijn we er klaar voor, mannen? Nee. Teletubbies, kom maar gauw. De zon die schijnt, de lucht is blauw. Teletubbies, kom maar gauw. Wat een stiel is dit, man. We gaan niet nu al aan de vlugel. Oh, nee. We hebben er 100. Maar ze moeten allemaal op, dus we kunnen beter snel beginnen. Zullen we een potje doen wie het eerst zo'n doosje al open krijgt tussen Russo en Milo? Geef me een minuut en dan is hij weg. Ja, en tegen Russo. Die durf ik wel aan. Ja, wat zetten we op het spel? Een pakje vlugel. Voor eigen gebruik. Ja. Eerst een pakje. Ik ben de moeilijkste niet. Ik wil het niet eens over de finale hebben. Ik moet eerst deze wedstrijd spelen. 3, 2, 1, go! We gaan hier over de mondtactiek. Hier gaat ook voor de mondtactiek. En die is op. Oh, wat gaat dat mooi synchroon zeg. Milo gaat voor zijn vierde. Allebei vierde. Milo gaat naar vijf. En Rutger gaat voorbij. 6 voor Milo. Rutger loopt vast. Ah, mijn lip. 6 en 7 voor Milo. Nee. Ik ben er niet op, Milo. Hij heeft nog 1. Milo, hoeveel heb jij er nog? Milo, nog 1. Nog 1. Hij heeft de bal. Ja! Pak je prijs. Mijn broek zit eronder. Ik heb hem niet eens gewonnen. En nu heb ik nu ook niet eens vlugel. Ja, maar jij hebt alles naar beneden gegooid. Ja, hier. Ik moet hier super veel tijd met ze in het bakje stoppen. Oh, dat is opeens mijn probleem. Ik denk wie het eerst zo'n leeg bakje kan leveren. Nou, dat doen we een rematch. Doen we een rematch? Nee. We hebben zometeen een kinderfeest. Een kinderfeest. We hebben nou eens weer zo. Ja. Russel had zichzelf blijkbaar een doel gesteld deze carnaval en dat was om ons alle vijf een keer te zoenen. Waar sommigen van ons absoluut niet aan mee wilden werken en waar anderen er iets minder moeite mee hadden. Jij bent op de hoogte van onze outfit voor deze dag. 3 shows vandaag. Wij gaan verkleed in lederhozen. En niet zomaar lederhozen, hè? Lederhozen zijn een kantoorvest aangezet. Wij zaten te denken. We hebben voor jou een stand-out outfit nodig. En we hebben iets bedacht. Milo, het mag niet. Wat? Is er 18 min show? Tot 17 jaar. Rust! Nee. Wij hadden voor jou dit pak. En het mag niet! Nou, we hebben een alternatief. Het is geen piemel, gewoon maar wel een worst. De mensen willen het. Ik ben echt van overtuigd dat Rob eigenlijk homo is. Ja, ben ik ook. Oh, jongens. Ja, ooit was dit een voetbalkanaal. Jongens, we zijn op 25%. 2 van 8. Sander van de Streek, 2-2. Ah, je fucking bek. Sander van de Streek. Zit je mij te filmen? Ga weg. Met die camera. Ik heb een hondenbot gevonden op straat. Die mag ik toch gelijk opkluiven als ik daar behoefte aan heb. De Neandertaler. Wat de fuck ben jij aan het doen nou? Neem lekker. Wat is dit, joh? Wat is dit nou? Je wil het toch ook? Wat is dit nou? Neem nou lekker. Heerlijk hoor. Hier, ga vaak. Je hebt die poephanden. Zelfs als ze de Rode Zee heeft, mensen gewoon blijven vingerblazen. Waarom film je mij? Wat moet ik zeggen? Ik zit al een half uur te kaal op dit vette stuk. Die stelling dat het al los had van het bot, die gaat niet helemaal op. Zou ik dan nog even... Nu kan het wel. Ik ga dit stukje vet hier in deponeren. Want ik kom er niet vanaf. Doe het in een bakje saus. Dat zijn je zien van de boel. Shit. Te weinig. Ja. Wat ben jij een gore gozer.
Ik weet niet wat ik moet zeggen. Je moet gewoon nog iets raars doen. Oké, okay. Ja, ik wil gewoon even een biertje. Ik merk dat ik nuchter begin te worden. Ja? Nee, natuurlijk niet. Nee, niet nog. Hoezo nu niet? Nee. Wat is dit? Shit. Dit is echt lekker. Wat is dit? Nee. Ik heb hier een half uur op gekauwd. Ah. Dat krijgt u weer recht, hoor. Oeh. Dit is dus het zwaarste spul wat ze hebben. Een jongen jenever. Dit zijn fucking grote shots. In één kracht erover. Nee. Het is helemaal niet sterk. Papa dat er sowieso altijd nog wel zeker. Zo, ik haal mijn geluk gewoon uit andere dingen. Uit tuinieren en uit koekjes bakken. Weet je wat ik dit weekend gebakken heb met mijn vriendin? Ja? Shortbread. En die is lekker, jongen. De lekkerste shortbread ooit. Komt nu een foto. Moving like the speed of sound. Nu een filmpje dat ik het eet. Niet normaal. Nu een cijfer wat ik ervan geef. Ik geef dit een 10. 10+. En nu Gordon Ramsay die er wat over zegt. Disgusting. Als jullie het willen, wil ik best die cake meenemen dinsdag. Ja, willen jullie dat? Lekker. Wat heb je eigenlijk besteld? Waar is de limoncello? Jongens, wat een gezin dit. Oh, ik heb hem getest, hij is lekker. Je kan er gerust nog één bestellen. Je moet echt niet meer drinken, hoor. Nee, ik zal niet meer drinken. Wat zei je nou net, man? PSV is 2-2 geworden. Het is niet te geloven! PSV heeft ook altijd pech. Kunnen jullie me iets meer geven? Want dit is echt schietzaai. Hoe kan je inzoomen, kleren? Is zit niet wat dichtbij als camera, want ik vraag het maar even. Ik vind het ongelooflijk wat hier gebeurt, mensen. Dus jij wilde toch dat ik één hapje nam, maar dan wilde jij de rest. Eén hapje, zei je. Eén hapje nam ik. Dan mag jij de rest. Neem jij lekker de rest, rust. Hierzo. Maar wie is deze koffie? Van mij. Vind je een koekje lekker? Het is gewoon opgeklopte eierchocolade. Oh. Wat doe je? Hé, hey, man. Het is gewoon water. Zo eten wij dus een toetje. We gaan door naar het volgende segment. Jongens, we gaan naar de show. Roadtrip. Ja. Dat was die stoel. Dat was die stoel, ik zweer het. Dat je pas. Ja, maar nu liet ik het zien. Let op. Oh. Zie je nou? Ben ik het dan toch geweest? Ik weet het niet eens meer. Die scheet kwam niet door een cheesecake, kan ik je vertellen. Nee, je moet even niet te veel zuipen, serieus. Nee, even een serieuze noot. Als jullie echt denken dat wij ons helemaal katsbezopen zuipen voor een optreden, dat het super professioneel is. Dat lijkt misschien alleen maar zo. Hebben deze van tevoren gevuld met Carnaval Safety dan, mensen? Of Roos Vizé, zit er ook een paar tussen. Ik hoop Roos Vizé. Ik hoop het ook hoor, Roos Vizé. Oh, dit was gazeuze. We hebben vlieg! Maak die toppen open! Een gaat ik met een vieze flikker. Kom op. Is deze camera een vrouw? Dat is echt een vrouw, hè? Niet dat ik achteraf gezeik krijg ermee, hè? Ik doe het niet. Dit is mijn grens. Ik ben gewoon gewend dat vrouwen mij kusjes geven. Ik hoef meestal niks te doen. Wat ben je nou, bro? Wat is mijn benen in de. Die krijgen mij niet gek. Ik zal nooit tegen me zien in een shirt. Ja! Dat was echt niet lekker, hoor. Hoezo niet? We genieten toch van elkaar, dat is toch belangrijk. Kijk wat hij doet. Zit hij aan mijn blote been. Ik wist niet dat jij zo'n kort broekje had. Dit is mijn grens. Ho en niet verder. Ja, maar dan stop ik ook. Als jij zegt ho, hier niet verder, dan stop ik. Kijk, en dat is een echte gentleman, dames. Mensen, dit is 19 februari 2023. Als jullie dit in de toekomst vinden, zo gingen we gewoon met elkaar om in deze tijd. En je ziet het, fan-ads worden gemaakt van iemand die helemaal niks voorstelt in het leven. Het nummer Je blik richting mij staat op 1 in de Spotify top 50. Maar je hebt op TikTok gewoon nog niet zoveel volgers. Eigenlijk wil ik die naast jou zitten. Zo ben jij helemaal niet. Jij zei laatst nog tegen mij, bro. Ondanks dat je niet zo populair bent, ben je echt een van mijn beste maten. Dat, ja, zei dat, je dat heb ik wel gezegd, maar toen was ik niet nuchter dronken. En nu vertel ik de waarheid. Ik wil met je trouwen. Ondanks mijn aantal volgers op TikTok. Ja. Onze derde show van deze carnaval, de tweede van deze avond. Jij wilde wat zeggen? Ja, ze hebben deze hele backstage ruimte dus omgebouwd als een soort snackbar. Fucking vet. Wil je eten banaan? Ja. Die lach hier gewoon. Wat is dat voor pista's nootje? Is een orkaan hier? Goddomme. Yeah. Zal ik deze even de koeling zetten? Dan wordt het gek. Nee. Een berenklauw. Wat hoor ik hier? Wat is dit? Wat doen we nou? Wat is dit, jongens? Ik zou hier komen fluiten, geloof ik. Ja, ongelooflijk maar waar, maar de enige echte Bas Hoeflaak. Legend Bas. Zit er lucht in
erbij. Wilde gewoon live in onze show zijn fluitlied gaan spelen. Ga zo lekker spelen op mijn fluit. En er zijn waarschijnlijk nu al mensen naar de comments aan het rennen om te typen dat dat zwaar uitgemolken is. Weet je wie er uitgemolken is? Je moeder. Dit was voor ons gewoon een droom die uitkwam. Maar voordat we op stage gingen, zaten we nog een half uurtje met hem in de kleedkamer. De bankzitters, hè? Messen. Dit was natuurlijk een sketch. Ja. Bas komt ons vandaag even wat... Nee, dat meen je niet, Basie! Kijk dan, het is gewoon een fluit. Maar hij zit hem in een doosje. Ik doe hem terug in het doosje, want daar begint hij hele echt mee, dat hij in een doosje zit. Wat doe je dan in doosje? Ja, dan ga ik straks zingen natuurlijk. Daarna ga ik hem eruit halen. Okay. Hey Bas, ik heb een vraag. Wil je met mij een steempje schaar doen voor een shotje wodka? Nee, ik drink niks. Eén pilsje. Nee, het is één pil, dit is de eerste. Je kan ook een fluit at doen. Dat is met een fluit en dan een rietje en dan drinken. Nee, maar doe jij maar even. Ja, hier. Toe zou ik zeggen. Wat is dit? Ik ga zo lekker spelen op mijn... Wat ben je nou weer een holler geworden? Ja, gaat iemand dat kusje nog aan hem vragen? Wij zijn met z'n vijven en dat is onze DJ trouwens. Zijn doel van deze carnaval was ons allemaal kussen. Hij heeft ons allemaal gehad, maar nu hoor jij bij de act. Oh. Wat is eigenlijk de bedoeling dan, jongens? Kijk hoe die erbij zit. Ik vind hem voor een man wel hele kusbare lipjes hebben. Nou, ik moet er niet aan denken. Zeg. De hele dag kon ik veel praten, maar dit is echt van een koude kermis thuis komen. Ga zo lekker mee, dan bro. Nou, lekker mat. Goed gedaan, jongen. Ja, maar dat ging echt. Dat... Was er volgens mij een shotje? Een vlugeltje, dat is hartstikke lekker zoet. Dat drink je nooit. Doorgaans nooit. Maar ben je over het algemeen een zoete kou? Nou, nee, meer een hartige... Hartige jongen. Hartige pindaman. Maar jij vindt het wel leuk in deze video? Dat vind ik leuk. Deze video. Hangt er vanaf hoe die gemonteerd wordt natuurlijk. Heb jij iets van ons materiaal gezien? Nee, dat moet ik dus... Van ons repertoire. Nee. Wat was de overweging om ja te zeggen? Wat was de overweging om te zeggen, nou, dit lijkt me wel een leuk idee. Het lijkt me hartstikke leuk om jullie keer lekker een show weg te knallen. Wil je wat meer over jezelf vertellen of dat niet? Nee. Nou, ik ben nog op de eerste lijst gekomen. Tia. Dus dat valt daar op zijn hoeftijd. Het is jammer dat je niet al die filmpjes hebt gekeken, maar wij gebruiken heel veel sluipsoorten momenten. Hey, ik ga het nu doen. Hey Bas, omdat we het zo leuk vinden dat je er bent, hebben we een cadeau voor je meegenomen. Nee joh, kijk eens. Ja, oh, wat heerlijk. Hé, hey, maar dit vind ik altijd erg lekker. Ik krijg lenzenvloeistof. Waar zijn we mee bezig binnen dit gezin? Oh jeetje, hey, dat is echt ja, vanuit de streek hier. Dat is wel een soort mooie wijn, hè, vanuit deze streek. Oh, wat een mooie kleur. Beetje Blue Curaçao, hè. Daar gaan we, jongens. Kijk, ja. Hé, hey, maar hier ben ik echt blij mee, want die had ik nog niet. Dankjewel. De raampjes zitten los. Hoort dat zo? Nee. Doei. Doei. Onze doel is dat Bas één keer lacht op onze content. Let me say, let me fire. Ik ben af die aan het trainen voor iets beter lijkt. Waarom kijk je nou uit dat stuk? Ik zou dit zo even luisteren, Johan. Emma, sleep. Goeie wiep. Ja, hier kijk je. Ja, wat is dit is pijnlijk. Hij vindt het helemaal niet leuk. En toen vroegen we natuurlijk nog even aan Bas wat eigenlijk zijn favoriete sluipschutterscène ooit is. Even in alle rust afscheid nemen, denk ik. Dan kunnen jullie in alle rust afscheid nemen. Wat? Ja, dit is een hele rare scène beland waarin we naar elkaar dingen gaan kijken, naast elkaar. Allemaal zo van, ja. Jullie zijn leuk bezig. En toen was het tijd om ons optreden nog even snel te repeteren. Dus op het moment dat ik ga fluiten, zeg jij... Hé hey joh, wat ben je aan het doen? Hallo, moeten we het één keer doen? Ja, we gaan het één keer doen. En actie. Hoor ik nou? Godverdomme, wat ben je aan het doen, man? Ik knap gek voor hem zo! Zeg erop! Oké, okay. Ja, start de band. Leven is een wervelstorm. Maar dat ga ik natuurlijk daar niet doen. Want schrik... Ja, maar die kinderen schrikken zich dood. Dat is toch mooi? Take 2. En actie. Even door, wat hoor ik nou? Jo, wat sta je daar te doen? Sorry. Sorry. Ga weg! Ja, nou. Dit is hem. Nou, dan zijn we ready. Yo. Hey, ja, met een gele gel. Wij zijn niet zo muzikaal. Op één van onze gymnasiums. Hij kan gitaar spelen, hij kan piano spelen, hij doet de komende selecte en de fluit. Jullie zijn de allereerste die gaan spelen op zijn fluit. Oh,
troosteloos aanzien. We hebben gebeld door Leo. Nee, de echte Leo. Leo Alkemade. Ja? Dat is toch niet normaal? Nee, is niet normaal, nee. Heb je gedronken of iets? Helemaal niks. Oké. Dat geloven we niet. Twee van de vier. Deze show was fucking leuk. Ja. Bas zit in de family. Maar we gaan nog een showtje met Bas doen. Hey, hij is helemaal knettergek. Hij is helemaal los. Dit is mijn droom, mensen, die uitkomt, heerlijk. Wat gebeurt hier, mensen? Het ontspoort helemaal. Op de helft. Show 4 van de 8, gekanteld. Ze zeggen never meet your heroes, we did today, and it didn't disappoint Bas. Ik denk dat Bas mij wel mag, naar vanavond. Nee, niet dat ik bedoel, maar je bent wel een leuk persoon, maar die scheten zijn niet te hard gewoon. Nee, die poep wint. Wat een tuba, jongen. Dat was een trombone. Laten wij vanavond wat rust pakken, niet te veel zuipen. Rijtje natuurlijk. Dus Zit jij er nou doorheen moesten? Kan je beter op je kamer doen? Nee, zoals als jij moet af en toe. Maar maakt niet uit hoor. Hey, wat is de tussenstand? 2-2 voor PSV Utrecht. Maar wat is de tussenstand van het zoenen? Ik heb 2 van de groep. 1-0-0-1 night radiant. Ken je dat nummer niet? Huh? Leuk. Mensen, wij gaan ons even klaarmaken voor morgen nog even wat rust pakken. Misschien nog even een filmpje kijken, viezer uiteraard. En dan gaan we lekker het mandje in. Doe nou gewoon goed. Wat hebben wij een vette dag gehad. We hebben Bas Hoeflaak ontmoet, we hebben 3 shows gehad, het was tering vet. Nu gaan we slapen en morgen weer een nieuwe dag met 4 optredens. Mensen, wel rusten, tot morgen. Kijk, dit vind ik snappy. En nu nog een sketch erachteraan, dat jij nog een slokje neemt. Heerlijk. We gaan slapen. Doei. Dit is toch geen Caesarstraat waar de mensen naar kijken? Abby, wat ben je van plan? Oh nou, ik wou iedereen hier wat aftrekken zien. Oh, ik wil blijven kijken. Wat is aftrekken? Oh nou, ik zal het je laten zien. Het is niet nodig. Nee, nee, alsjeblieft. Nee. Oké, genoeg zo, alsjeblieft. Ik snap aftrekken nu echt helemaal. Fantastisch. En nu stoppen met aftrekken. Milo, ja? Hier staan heerlijke blikjes met Bacardi Cola. Die moeten we hebben, man. Die blikjes moeten we hebben. Hoe is het? Wij zijn bang dat er zo meteen andere mensen komen die ook willen. Dus nu zetten we terug in die koelkast, blijft het lekker koud, maar hebben we het in ieder geval wel voor ons al betaald. Holy shit, die kraat wel even in hoor. We hebben net een snappy outro gedaan, ik krijg dit. Dit is een hele snappy outro. Ons leven is soms niet snappy en dat denken jullie misschien wel, hè. Dat wij de fast life van die showbiz boys, weet je wel, die dan hier een beetje... Maar waarom film je hem eigenlijk? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hier hebben we de overzicht, ze zijn allemaal nog hartstikke vol. En nu gaan we switchen naar een beeld en dan zijn ze ineens allemaal leeg. Tadaa! Inmiddels is het 3 uur geweest en heeft Milo nu mensen erg hier niet gespeeld. Het is gezellig. Sluit de dag maar even af. We gaan slapen. Tot volgende morgen. Morgen ben ik gewoon het stil gaan we kijken of ik kon. Jullie maar eerder kwijt. Good morning. Milo die is ervan overtuigd dus, dat zei hij laatst dat hij de snelste bankzitter is. Ja. Dat hij iedereen zo in maakt in de sprintbel. Zullen we het nu even testen? Zullen we het nu testen? Ja, is goed. Good morning. Hé, hey, maar hoe langer de afstand, hoe meer ik in de nadel ben. Jongens, ik doe mijn hand naar beneden en dan gaan jullie oké? Okay? Zo, wat een goeie. Ja, wat echt zwaar laatste, wat is dit dan? Zo, je was wel snel trouwens, man. Zo, je was echt snel. Nou, hoe zitten we dan, jongens? Lekker te ontbijten. Ik heb een sundae, chicken tenders, maar als we links kijken... Goed, hoor. Dit is toch zeldzaam. Overgewicht en obesitas is een groeiend probleem waar veel volwassenen mee te maken hebben. Wat een smerige sundae. En heel vies. De chocoladesaus is net... Ja. Ik zweer het je, tijdens die sprintrace heb ik iets afgescheurd en het doet echt heel veel pijn. Maar we hebben zo 4 optredens. Maar is dit een grap of is het echt? Nee, ik ben serieus, bloedserieus. Een probleem. Medische tegenwoordig. Bij een acuut quadriceps letsel scheuren enkele of meerdere vezels van de quadriceps. Wat je moet doen, gelijk rustig houden met de spier. Beweeg de spier zo min mogelijk. Geen shows. Houd of leg de gekwetste plek omhoog. Koel de getroffen spier bijvoorbeeld met een plastic zak met ijsblokjes en de schuif. Koelen met die sun, kom op met de been. Dit weer een lange dag, toch? Maar je voelt meteen verschil, toch? Zo, het helpt wel, ja. Koele plek met ijs voor zo'n 20 minuten. Bruh. Hoor je dat niet? Daar is een box. Dit is toch het succes wat je wilde al die jaren? Het is wel een leuk gevoel. Hey, hij is door naar de volgende.
Dat is een heel ander nummer. Boys, dit is even een besefmomentje. Yell in de KFC worden afgespeeld. En daar wel. Fucking vet. Wel. Hey. We willen best recorden. Dit ding. Ja. Ja, we hebben dus een lifehack gevonden bij de KFC. Maar hij is nu wel vet en crunchy. Ja, dat geeft niet. Je hebt dus nu een lege bucket en je mag dus gewoon gratis refillen. Dan stellen we voor dat jij even die bucket gaat helemaal gaan vullen met cola. Dan kunnen we de hele dag gratis cola doen. Ik ga dat niet doen. Zou er twee rietjes genoeg zijn? Ja, misschien. Oh ja, zo. Oh. Heerlijk inderdaad, ja. Ja, ik heb hem. Ja, heerlijk. Zou ik vragen of ze ook zo'n deksel hebben? Wij zo'n rietje in de rug. Dat is handig. Ideaal. En dat gewoon gratis, hè. Gratis? Die hoeft alleen maar een bucket vertalen. Oké, genoeg over de KFC. Tijd om te gaan knallen. Stel jij me dat verhaal wat net in de KFC gebeurde? Ja, wij zijn natuurlijk nu in Brabant. Dus in principe mijn volk. En wij staan toch bij de KFC te bestellen. Er staat een van de Andrew Tate achter ons. En die zei... Nee, koop al deze gare honden niet. Doe mij gewoon lekker vies, prettige, veel kip. Dat komt neer dat ik zeg maar dacht dat een soort van Milo een typetje aan het doen was. En het was dus echt niemand. Als jullie mij imiteren, dan doen jullie altijd zo. Het mooie is dus, we hebben hem op beeld. En dit is hem. Oké, nu echt tijd om te gaan knallen. Dames en heren, ik heb even een serieuze nood. We hebben zometeen 3 shows in 2,5 uur. Drie shows in 2,5 uur. Dat is echt super veel in 2,5 uur. We moeten ons maximaal testen. Maar jongens, we moeten echt vlammen. We halen het niet eens qua rijden. We moeten 160. Maar we doen het voor jullie. Fast line, bro. Bang, bang, klak, klak. Ja, mooi verhaal. Wat een entree. Holy shit. What the fuck? Hey, dit is Meeuwis. Het is even gebeurd. Maat. Ik zie al jou huilen, hè? Hij zit te lachen. Ik dacht, ik ga net even erbij staan op die foto. Ja. En je weet het, dit weekend ben ik gewoon een beetje homoseksueel. Ja? Dus ik doe zo, een beetje bij Roel zijn aarsen. Hij zegt zo, rot op joh. Dus hij duwt me echt weg. Dus ik nog een keer doe, pakt hij nu opeens mijn hand vast. Duwt hij hem echt erin en laat hij gewoon een k***piesje scheen. Ja, maar die had je ook verdiend. Hij zat erin, hè. Ik voelde zeg maar dit. En toen... Sex, rock and roll, and drugs and roll. Ik ben nudist. We hebben net show 6 van de 8 gehad. En we hebben nu een half uur om een half uur te rijden. We zijn hier aan het omkleden, we zijn hier even aan het masturberen. We gaan hier even analyseren en dan gaan we doorknallen, want wij zijn artiesten. Ja. Domme, deze was wel echt. Ik ga Rob en Rol spreken. Rob en Rol, we moeten wel rennen. Ja, doe man. Maar dit was sowieso de vetste tot nu toe. Oh, is echt. Ja, jongens, jullie weten wat er gaat gebeuren. Ik had dat nooit gedacht, maar geen met godverdomme een goede show. Jongens, de laatste. Ho. Ik heb dus wat informatie over deze show. Hij is stampersvol. En 18 plus. Jij moet me pijpen, dan ben je vrienden voor altijd. Jij moet me pijpen, vrienden voor altijd. Ik ben niet dik, ik ben sexy. We hebben slecht nieuws, mensen. Slecht nieuws. Vorig jaar, dit was onze tweede show hier en toen kwamen we hier binnen en toen kwam er een vader binnen en die was zo open. Toen kwam Frans Feest, heette die. Hij is Frans Feest. Waar is de dus? Ben je nog nuchter of niet? Ik zeg je eerlijk, ik was gisteren al niet meer nuchter. Wil jij onze nieuwe DJ worden? Mail dan naar productie@bankzitters.nl. Als jij me even pijpt, blijf mijn vrienden voor het leven. Als jij me even pijpt, worden we vrienden voor altijd. Proost! Vrienden.
worden vrienden voor altijd. Jij moet me pijpen, worden vrienden voor altijd. Hey! Jij moet me pijpen, worden voor altijd. Kinderen dat gezien hebben. Nee, Jan, nee, ik wil het niet. Ik wil het niet. Vijf, uit, vijf. Bedankt voor de mensen thuis. En we zien jullie volgend jaar weer bij Carnaval 2024. Wat nu als ik aftrekken laat zien? Wat? Nou, wil je mijn toverstaf? Nee, ik heb geen toverstaf nodig. Ik heb mijn eigen methode. Kowabunga! Tot ziens!